vrienden van Broertjes Fan. Ik ben Haley. Ik ben Helen. En vandaag hebben we de 50.000 abonnees. We gaan vandaag vieren. En we hebben ook een verrassing straks. Maar die gaan we nu nog even niet doen. Maar we gaan het eerst even vieren. Woehoe! 50k! En dat gaan we natuurlijk vieren met... Ja of nee? Ik heb nog één confetti kanon. Ja! 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 Ja? Ah, oké. Okay. Yay! Yes! We zijn super blij met zoveel abonnees en veel kijkplezier! Kom maar met me mee. Hou je hand vast. Ja. En als ik zeg dat jullie mogen kijken, mogen jullie kijken. Ja, ja, nu gaan we een stapje heen. Stapje heen. Mogen we kijken? Nee, nog niet. No, nog niet. Oké, ik ga jullie hier neerzetten. Dit is een grote 50.000 abonnees verrassing. Ja. Oké, zodra ik zeg dat jullie mogen kijken, mogen jullie gaan kijken, ja? Oké, 3, 2, 1. Jongeman, ik wil dat je onmiddellijk je kamer gaat opruimen. Kom maar even mee, geef mij een hand. Nee, je moet je niet wegrennen. Oh, er staat een bankje hoor. Ga niet. Moeten jullie de dinosaurus even gaan uitlaten in de speeltuin? Ja, de speeltuin! Hij is zo sweet! Kijk. Kom papa! Dinosaurus! En wat vinden jullie van de dino? Mooi. Vind je mooi? Vind je een leuk nieuw huisdier? Ja, leuk nieuw huisdier! Volgens mij is dit de vader van Schatje! Oh ja, van jouw dino heet. Nou, stoppen met duwen! Nee, maar volgens mij ben jij... Volgens mij is dat de vader van Schatje de dinosaurus. Ik hou niet van die grote, een beetje korte armpjes, Evie. Wat zouden jullie van vinden als we drie pakken aandeden met dinosaurus? Dat jullie alle drie een dinosaurus waren? Ja. Ja? Ja? En ik heb voor jou heb ik een blauwe. Ros? Bijna net zo goed. Paars, maar heel mooi. Oké. Ja. Oh, ik heb een paarse. Yay. Nou, kunnen we gaan opkleden? Ja, ik kleed hem al. Dit zijn de kinderpakken. Ja.
En de kinderpakken zijn iets anders dan de volwassen pakken. Kijk, met de kinderpakken ga je namelijk met je hoofd er doorheen. Kijk. Oh. Zie je? Heb je eigenlijk een capuchon op. Snap je wat ik bedoel? Oh, bij de kinderpak heb je een capuchon op. Aan de binnenkant heb je die hoor. Je moet die met je hoofd doorheen. Dus je hoofd die gaat eigenlijk een beetje apart. Moet kijken hoe dat advies is. Zodat je een goede adem kan doen. Ja, precies. Dat is belangrijk. Dat je goede adem hebt. Kijk, er staat erbij hoe je het moet aankijken. Ja, zie je? Ja. En die van Haley is net zo? Ja, ieder... ja, ik heb gewoon heel veel verarsing hier zo. Dus. Oh, wacht, die zit hier aan de achterkant. Hè? Ja. Hier kan je zien welke kleur ik heb. Nou, goed zo. Staat je goed? Wil je naar buiten nu? Wil je naar buiten? Mijn beurt. Kom maar, mag je een rondje lopen buiten? Op die man. Dat niet. En nu ben je Dino. Voorzichtig hè, schat, dat je niet uitkleedt. Je zus komt zo ook naar buiten. Ah, yeah. Met de poes vindt het een beetje eng. Nou, Haley is ook veranderd in een dino. Hé, dan doe je de dab. Nou, gaan we een rondje door de buurt lopen. Hoi Hayden! Knuffel! En hoe vonden jullie de verrassing? Vinden jullie het leuk? Ja, leuk! En nu komt papa er zo nog bij. Het regent niet eens, toch? Nou ja, het is je nieuwe regenjas. Omdat we nu papa roepen, papa Saurus! Oké, okay, maar wat kunnen we allemaal doen in deze pakken? Misschien een keertje boodschappen doen? Ja, leuk! Boodschappen doen in het pak? Ja, leuke challenge! Misschien moeten we dan maar even aan de kijkers vragen of zij misschien een leuke opdracht voor jullie hebben in deze pak. Heb je een leuke opdracht in deze pak voor een leuke challenge? Laat het dan weten in de reacties! Ja, laat maar even weten, hè? Ja! Of in de winkel moeten, of in de of in het water zwemmen. Ja, naar het water zwemmen. Een dino boksport. Ja, met allemaal pannenbomen en zo. En kokosnoot. Oh ja, dat is ook wel leuk, ja. Voor de zomer. Misschien een keertje naar het strand. In het dino pak. En voor nu is het even spelen in de speeltuin, hè? Ik ga de tunnel in! Haley gaat switchen. Lukt het in het pak? Hey, misschien moet je een liedje zingen omdat je een blauwe dinosaurus bent. I'm blue, Papa Saurus! Ah, oh, dinosaurus gezien is compleet. Misschien moeten we bij langs de buren lopen! Kom, we gaan langs de buren lopen! Koepak! Oké. Jongens? Ja? Vandaag gaan we het hebben over levenslessen van dinosaurussen. Oké. Wie heet hem? Er zijn een paar belangrijke regels. Ja. We mogen niet de huisdieren van de buren opeten. Oké. En we mogen ook niet poepen in de tuin van de buren. Dat mag ook niet. Oké. En ja, we mogen wel bijvoorbeeld steppen. Succes met steppen. Oh, kijk. Ik heb helemaal geen handen meer. Nou, hele steppen, kom op, laat zien wat je kan. Tailpipe. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het wijsje te klikken, want we missen nooit meer een video. Doei! Dag, lekker film!
Oké, dat was de 50.000. De 50.000 video, jongens. En wat hebben we nu allemaal liggen? Confetti. Dus ik ga het weer opruimen. Mama, doe de stekker erin. Ja, want al die rommel die moet natuurlijk ook opgeruimd worden. Ja, door de grote jongeman. Door de grote jongeman. Mama, ik mag nu niet schuiven. Nee, ik moet mij even opschuiven. Ik ben weer niet. Ik wil ook eten. Okay, nou, Hayden en Haley. Succes met opruimen, hè? Hoort erbij.